Suriname is mijn land, ik ben een Hindoestaan. Maar de Chinees, Creool, Javaan en een Indiaan zijn mijn broeders en mijn zusters. In de eerste drie afleveringen zijn de geschiedenis, de cultuur, de religie en de culturele ontwikkeling van de Hindoestaanse Surinamer belicht. In aflevering 4 wordt er gesproken over de voortgang van de agrarische sector en de Hindoestaanse keuken. De in 1651 door de Engelse kolonisator gestichte plantage-economie maakte een groei mee tot ongeveer het einde van de 18e eeuw. Met de afschaffing van de slavenhandel in 1808, gevolgd door de veranderde managementstructuren van de plantages en de externe concurrentie, ging deze plantage-economie achteruit. Met de afschaffing van de slavernij in 1863 nam de plantagelandbouw geleidelijk aan af en werd de poort geopend voor Aziatische immigranten, met name de Hindoestaanse immigranten. De komst van de immigranten, ook wel contractarbeiders genoemd, zorgde voor behoud van de agrarische sector met een transformatie van grootlandbouw naar kleinlandbouw. Hoe heeft dat zich verder ontwikkeld? Ik ben opgegroeid in Wanica. Zoals een gemiddeld persoon het zou noemen, ik ben echt in Boiti opgegroeid. Ik heb gekozen voor de agrarische sector, omdat het eigenlijk, je kan het zeggen dat het in mijn genen is meegekomen met mijn genen. Mijn voorouders hebben aan landbouw gedaan, ze deden aan rijsteelt. Daarna hebben mijn ouders het overgenomen, ze hebben het gedeeltelijk gedaan, of met de rijst, of aan de rijsteelt. En mijn vader is daarna verder gegaan met veeteelt en tuinbouw. Toen ben ik bijgekomen en ik ben zo opgegroeid. Ik hielp mijn ouders met het planten. En daarna is het interesse bij mij voor planten bijgekomen. En zo ben ik begonnen met planten. Uiteindelijk heb ik gekozen voor de studierichting agrarische productie op de universiteit. En daarin ben ik dan verder gaan studeren. Naast de agrarische productie zijn met het oog op de duurzaamheid en economische ontwikkeling de agro-industrie en ondernemerschap belangrijk. Daarbij kunnen er verschillende uitdagingen optreden, zoals een slechte ruimtelijk beleid, klimatologische factoren, de kleinschaligheid van de productie, prijsfluctuaties, de internationale regels, etc. De uitdagingen als vrouw binnen deze sector. Het veldwerk wordt vaak genoeg als mannenwerk gezien. Het is vaak genoeg vreemd wanneer iemand mij met een krat ziet sjouwen of zelfs ziet bemesten of bespuiten van de planten. Daarnaast is het ook wanneer ik stap voor het zoeken naar het afzetmarkt. Vaak genoeg zijn mensen geneigd om handel te doen met een man. En een vrouwfiguur daar is het toch wel een beetje, of wordt er vaak genoeg vreemd gekeken van hey, een jonge vrouw daar, weet ze wel waarmee ze bezig is? Ondanks deze uitdaging denk ik wel dat het voor mij goed lukt tot nu toe. En ik ga de uitdagingen aan als vrouw. Voor de continuïteit van de sector is er saamhorigheid nodig. Saamhorigheid binnen deze sector. Er zijn verschillende groepen die een belangrijke rol spelen. Als we kijken naar kennisoverdracht, zijn er niet alleen Hindoestanen met wie we te maken hebben. Er zijn ook andere etniciteiten die bij betrokken zijn. En ik vind dat er wel enig samenwerking is waarbij kennis en ervaring overgedragen wordt aan,
aan elkaar om gewoon verder te gaan en beter te worden in alles wat we doen. De voorwaarde om een succesvolle ondernemer te zijn is geduld hebben in alles wat je doet, verdraagzaamheid, vooral vertrouwen hebben en geloof hebben in datgene wat je doet en doorzetten. Agrarische producten worden onder andere tot voedsel verwerkt. Voeding is de energiebron van het lichaam en houdt dit in stand en in leven. Het is bekend dat verschillende etnische groepen binnen verschillende regio's traditionele unieke culinair hebben. De tafels worden gedekt met een variëteit van rijsttafels, biryani met vlees, kip of vis en groenten. Verschillende rotisoorten met vlees, doks, kip, groenten. Snacks zoals somosas, baras, pulauris, pakoras, gugris. Zoetigheid zoals jalebi, gulab jamun, rasgulas en andere. Mijn ouders waren onder een boom eigenlijk en ik hielp ze toen der tijd. En op een gegeven moment was overgang van Casa Barata te huur. Daar zei mijn vader, huur die, dan kan je daar ook beginnen. Dan ben ik daar begonnen. Irene Rotishop was dat vroeger. Ben ik daar begonnen en eerst daar ik en mijn vrouw en nog een arbeider. Weer Luku, Lukusman en Kong. Eerst deden we ze Fevi Roti noemen. Maar zaken doen is net als kruiwagen in Pusgo. Je noemt stop. Pusgo, als je een dagje dip hebt, niet erg. Volgende dag krijg je het weer. Ik ben al 22 jaar bezig met de keuken. In het begin ging het heel stroef. A people for Sanang zag gebruik, heeft het verder verteld naar de anderen. En zodoende heb ik een groei gezien. Vanaf het begin zag ik van 1 naar 2 naar 3. En het is zo door blijven gaan. We hebben hier verschillende groepen mensen en zo. Waardoor we van elkaar hebben overgenomen en het hoofdmengsel is hetzelfde, dus masala zelf, maar er komen wat dingen bij. Het verschil in India, die heeft verschillende steden, overal verschilt het eten daar. Wij komen vanuit UP en daar, Bihar eigenlijk, daar koken ze anders, dus dezelfde eten hebben we hier overgebracht. Ik ben van de derde generatie, waardoor het een beetje verwaterd is en bepaalde dingen hebben we achterwege gelaten. We zijn een beetje verwesterd, laten we zo zeggen. En we hebben wel de hoofddingen wel overgenomen. Zoals de cultuur, het eten zelf, dal en zo, dat hebben we overgenomen, roti. Maar niet alle rotisoorten, want ze hebben veel soorten in India. Wij kennen hier 3-4 soorten die het meest gangbaar is. Al die kruiden die in India wordt gebruikt, wordt hier niet gebruikt. Maar wij gebruiken wel de jeera. Die wordt al in alle gerechten van ons, ja, als kip. Als je boulangerie koopt, als je pompoen gaat klaarmaken. Dus in al deze dingen wordt jeera als kruid extra bijgevoegd. We hebben de chutney bijvoorbeeld, die op dezelfde manier wordt gemaakt en zo. Bara, ja, hier, bara was vroeger uitsluitend of gedeeld heel veel oerdi erin. Maar nu zie je dat we veel met blom werken, dus veel blom komt erin voor. Vroeger was het niet zo, bij onze voorouders was het niet zo. De Hindoestaanse keuken is in de loop der jaren goed geïntegreerd in de Surinaamse samenleving. Behalve dat er bij alle gelegenheden een mix van snacks en gerechten gereserveerd kan worden, zijn er ook verschillende eetgelegenheden. Ik zelf ben 35 jaar al bezig, maar mijn ouders waren me voor, dus we hebben van hun overgenomen. Zij waren er vanaf 1972. Het is goed in de smaak gevallen bij de gemeenschap, ze houden ervan en vandaar dat we zo lang in stand zijn gebleven en zo. Zelfs de Nederlanders die hier komen eten ook en we hebben ze ook geleerd. Zij eten zelfs meer dan wij peper eigenlijk. Ze gebruiken peper en dat is en jamming. Dus ze houden ervan. Maar als je zegt, wil je geen peper? Nee, ik wil wel. De man yang. En dan proberen ze met de hand te eten.
De Creolen hebben we, alle bevolkingsgroepen van Suriname, de Javanen, Indianen, allemaal komen in, de Chinezen ook. We willen de kwaliteit behouden, al is het hier, al is het in het buitenland. Maar het eten wat u daar vroeg is hetzelfde, dus de masala stuur ik van hier tot heden. Zij weten, zij sturen voor ons. We sturen van tot heden hier, klaargemaakt, ready mix, masala van hier. Zij koken alleen daar. We zijn met 4 units nu in Nederland. En allemaal draaien goed. Dank u wel voor het willen kijken naar deze aflevering van het programma 145. Het verleden, het heden, de toekomst. Mijn naam is Cheryl van Eer. Tot dan.